Hallo allen en welkom bij deze eerste Wie is de Mol? De Mol, België, hints en theorieën video. Het was een hele zotte aflevering met een twist die een 11e kandidaat opleverde, namelijk Jens Zutterman. Die vorig seizoen als eerste naar huis moest, voordat überhaupt het seizoen was begonnen. Maar goed, laten we maar snel gaan kijken naar de top 5 hints en theorieën naar de Mol uit aflevering 1 van De Mol, België. Hint nummer 1. En deze heb ik samengevonden met mollenjagers op Instagram. De koekoeksklok van Jens Zutterman staat namelijk op het tijdstip 11:50 in de derde opdracht in dat hokje. Als we in de aflevering zelf naar de tijd 11:50 gaan, dan zien we de vier kandidaten die vastgeketend staan. Het kan dus een hint zijn naar een van deze vier kandidaten als mol zijn. Hint nummer 2. Deze gaat over de opdracht met de twee oud-mollen. En deze ligt erg voor de hand, maar het is toch leuk om te delen. Een mol leeft namelijk onder de grond. En welke kandidaten waren hier ondergronds met de twee oud-mollen en Gilles? Kan dus een goede en makkelijke gevonden hint zijn naar de kandidaten die in de tweede opdracht onder de grond waren met de twee oud-mollen. Daarnaast ging Anke tijdens de eerste opdracht op de grond liggen toen Nele naar de kooi toe liep om de sleutel en uiteindelijk de vrijstelling te pakken. En wat wil de mol? Kruipen en op de grond zijn natuurlijk. Doe natuurlijk wel met wat je wil met deze hint, want het is natuurlijk een beetje een vergezochte hint. Maar, en natuurlijk ook heel erg voor de hand liggend. Maar het is toch altijd leuk om dit soort dingen te delen. Hint nummer 3. Deze gaat over de foto's van voordat de aflevering zich afspeelde. Er staat namelijk een letter T op de hoed. Dat is deze T. Die staat op de hoed van de mol uit de teasers en trailers. En deze kan natuurlijk ook verwijzen naar Toon, want zijn naam begint net zoals Tim met een T. Dan hint nummer 4. Dit is eigenlijk een anti-mol actie naar Sven. In de derde opdracht met de vloer is lava zorgt hij namelijk dat de stelten worden gepakt. En dat hiermee de kandidaten naar het hokje konden stelt lopen. En zonder deze stelten was het misschien ook wel veel lastiger geworden om naar het hokje toe te komen. En had er dus sowieso geen geld verdiend kunnen worden. Dus dat vind ik zeker een goede anti-mol actie naar Sven toe. Dan hint nummer 5. En dit is een goede molactie naar Uma. Uma. Zij weet namelijk het antwoord op haar vraag niet tijdens de derde opdracht in het hokje. En die vraag was iets met vier apostelen of zo. Als je godsdienstdocenten bent of bent geweest, dan weet je toch nog wel het antwoord op die vraag. Als ik hem zelf aan een godsdienstdocenten zou stellen, dan zou hij of zij het waarschijnlijk gewoon weten. Daarnaast was het natuurlijk ook gewoon verdacht dat zij uiteindelijk de vrijstelling had gepakt uit de koekoeksklok. En niet te vergeten is ook dat natuurlijk dat meerdere mensen hun vraag niet goed hadden in dat hokje. Maar deze vraag sprong er voor mij persoonlijk toch wel uit en ik zag haar reactie en ik vond iets. Mijn gevoel zei iets dat er iets niet zou kloppen daarmee. Dan heb ik nog een hele kleine hint naar Jens Zutterman. Hij is namelijk de eregast in de eerste opdracht en daarmee ook 3000 euro waard, wat echt zot voor woorden is. Stel dat hij de mol is, dan is het logisch dat hij een koekoeksklok meeneemt op vakantie. Omdat hij weet dat hij meedoet aan de mol en daarvoor die koekoeksklok ook nodig was. Maar stel dat hij kandidaat is, dan is het wel heel erg raar om die koekoeksklok mee te nemen op vakantie, lijkt mij. Waarom zou je op vakantie gaan en een koekoeksklok meenemen? Kan zijn dat zijn vrouw daarmee heeft geholpen, dat kan natuurlijk. Maar alsnog is het heel raar dat die koekoeksklok op een of andere manier toch op de Canarische eilanden is beland met Jens Zutterman. Daarnaast is hij natuurlijk afgezonderd van de groep en heeft hij een speciale rol. En in de groep heeft natuurlijk ook één iemand een speciale rol en dat is de mol. Goed, ik hoop dat ik je hiermee weer wat informatie voor deze aflevering en vooral ook over de kandidaten zelf heb kunnen mededelen. Het zijn nog niet hele goede hints die zijn gevonden. Maar ik ga daar zeker weer een update over houden volgende week. Met een nieuwe hints en theorieën van aflevering 2
Plus de nieuwe gevonden van aflevering 1. Denk zelf ook nog even goed na over deze hints. Wat kun je er eigenlijk mee? Wat zegt het over het spel? Op mijn Instagram, @demolpro, dat daarachter staat, daar zo. Zal ik nog meer hints en theorieën delen over de aflevering. En daarnaast zit ik ook, voor de mensen die geen Instagram hebben, in de Facebookgroep Mollengroep van Mark Dennis. Mark Dennis, ja. En daar deel ik ook gewoon alle hints en theorieën, tenminste als dat mag van hem. Hè. Goed, ik hoop dat je deze video leuk vond. Abonneer voor meer. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Laters. Thank you.